Deze week in Nieuwsronde. Brandweer wast auto's, gemeente heeft een nieuw college, matches tijdens de beursvloer, en Tunnel 1 officieel geopend, Marieke Zeide komt nu echt, en de landelijke skielerdag. De Meidrechtse brandweermannen wasten zaterdag auto's voor het goede doel. Men kon die dag ook, tegen betaling, omhoog met de brandweerhoogwerker. Op 5 juni zullen namelijk 8 brandweermannen de longen uit hun lijf fietsen voor Alpe d'Huez, om op die manier een flink bedrag voor het KWF bijeen te brengen. De brandweer besloot tot deze actie vanwege hun 90-jarige jubileum. We zijn vandaag auto's aan het wassen voor de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor ons team, waarmee we 5 juni de berg gaan beklimmen. Ja, er zijn er nu al een stuk of 40 gewassen. Het zou mooi zijn als we een stuk of 100 halen, maar het weer werkt niet echt mee. Maar we hebben het toch redelijk druk, dus we mogen niet klagen. Ja, klopt. We hebben vorig jaar met ons met het bedrijf al een keer meegedaan voor de Alpe d'Huez. En nou, zoals iedereen weet is er daarna wat publiciteit ontstaan die jammer genoeg negatief in het nieuws is gekomen, waardoor het heel moeilijk is om dit jaar geld in te zamelen. Wij bestaan dit jaar 90 jaar met de brandweer en zijn allemaal vrijwilliger, doen heel veel dingen onbetaald. En dat hebben we bij de Alpe d'Huez vorig jaar ook gezien. 99,9% van de mensen die doet dat allemaal vrijwillig. En heel veel van dat geld komt op een hele goede plek terecht. Waar iedereen wel mee te maken heeft. En wij vonden het dus heel mooi om het is nu jubileum nu een keer hier aandacht voor aan te besteden. En op deze manier dat te doen. En we zijn met het compleet team van de brandweer. En ik denk dat Alpe d'Huez, dat iedereen wel betrokken is bij Alpe d'Huez. Iedereen kent wel in zijn familie iemand met kanker of in zijn vriendenkring. In ieder geval heel dichtbij, zeg maar. Dus het is een doel wat iedereen heel erg aanspreekt. En dat merk je ook als je hiermee aan de slag gaat. Dan hoor je ook verhalen van mensen waar je dat eigenlijk niet eens van wist, zeg maar. En het is mooi om daar op deze manier een steentje aan bij te dragen. Ja, we hebben met jullie een interview gehad net toen we net begonnen waren met het team. Toen zaten we op een paar duizend euro. Inmiddels zitten we op ruim 14.000 euro. En het doel is 20.000 euro. Dus we hebben nog een maand op tijd. En ik hoop dat we vandaag een mooi bedrag binnenhalen. Dat we in ieder geval een stapje in de goede richting maken. Maar ja, als er mensen zijn die willen steunen natuurlijk. We willen graag die 20.000 euro halen. De actiedag heeft 1256 euro opgeleverd. Doneren kan ook via internet. Opgeven is geen optie.nl. De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De partijen CDA, RVB, PvdA GroenLinks Lokaal Sociaal en ChristenUnie SGP hebben vorige week het akkoord bereikt over de vorming van een coalitie. De gesprekken waren op initiatief van de grootste partij, het CDA. We zijn gestart met een poging om een coalitie te krijgen van CDA, Ronde Venen Belang en D66. D66 heeft ervoor gekozen om uit de onderhandelingen te stappen met onmiddellijke ingang, zoals ze ons via een persbericht lieten weten. En toen zijn wij gaan schakelen. Dat D66 een keus maakt, geeft ons ook de vrijheid om ook een keus te maken. En in dat kader hebben wij contact gezocht met PvdA GroenLinks, Lokaal Sociaal en de ChristenUnie SGP. En dat liep wonderwel, zeer voorspoedig. En vandaar dat we nu dat mooie coalitieakkoord hebben. Het akkoord is uiteindelijk gesloten onder leiding van Bart van Meijl. Meneer Van Meijl, u was de procesbegeleider. Hoe is men bij u gekomen? Eigenlijk, ja, ik ben landelijk bestuurder van het CDA en ik ken een aantal mensen in de fractie hier. En die benaderen me op een gegeven moment van, nou, we zitten in deze situatie. Heb je ruimte in je agenda? Heb je zin? Ook heel belangrijk. Zou je dit proces voor ons willen doen? En hoe zijn de gesprekken verlopen? Ja, het is altijd een beetje iedere formateur zegt nou constructieve gesprekken en het was fijn en prettig. Maar dat was het ook echt. Precies wat ik net zei, ik heb ze ook uitgedaagd om gewoon echt alles op tafel te leggen. Van zeg het hier, maar als je het hier niet kunt zeggen, dan hebben we over de komende 4 jaar een probleem. Dus leg het hier neer, dan gaan we kijken hoe we het met elkaar kunnen gaan bespreken en ook in een proces kunnen zetten. De 4 partijen leveren ieder een wethouder aan het nieuwe college. De nieuwe wethouders zijn Aldrik Dijkstra en Anko Goldhoorn. Meneer Dijkstra, een heel nieuw gezicht binnen de Ronde Venen. Jazeker, ja, ja. Had u er wel eens van gehoord? Zeker weten, ja hoor. En ik ben er ook wel eens doorheen gefietst. Ik ben er ook wel eens gewoon doorheen gereden. Dus ik wist al dat het een hele mooie gemeente was. Maar deze kant, de bestuurlijke kant, die had ik nog niet eerder zo gezien. Nee. Enig idee hoe ze bij u terecht zijn gekomen? Ja hoor, ik ben gevraagd. We hebben als ChristenUnie een landelijke pool waar allerlei wethouderskandidaten in zitten.
En op een gegeven moment ben ik gebeld en ben ik samen met nog een aantal mensen op gesprek geweest. En dat gesprek verliep dusdanig goed dat de ChristenUnie zei, wij willen wel met jou verder. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat het met dit college, met deze raad, dat we de komende jaren echt de gemeente op een hele goede manier kunnen besturen. Afgelopen donderdag werd de zesde beursvloer de Ronde Venen gehouden in de Meijert in Meidrecht. De beursvloer is een evenement waar bedrijven met maatschappelijke organisaties en instellingen in contact treden. Doel van het evenement is elkaar te leren kennen en te bekijken wat men voor elkaar kan betekenen door ter beschikking stellen van kennis, materialen, faciliteiten of menskracht. Er worden matches gemaakt die voor beide partijen een meerwaarde hebben. Een idee nou vandaan? Nou, de beursvloer is een landelijk gebeuren. Het is ooit begonnen in Arnhem. Daar is ooit de allereerste beursvloer geweest. Dat is landelijk opgepikt en het is hier eigenlijk naartoe gebracht via de provincie Utrecht. Nou, het is één keer per anderhalf jaar. En het is wel zo dat je toch wel een vaste kern van ondernemers hebt en ook maatschappelijke organisaties. En het zou zo fijn zijn als er een heleboel anderen ook zouden zijn. Iedereen had het naar zijn zin. Jullie hadden de eerste match vandaag. Wat was het precies? Wij hebben als stichting vrijwilligerszorg waren we op zoek naar nieuwe apparatuur voor de communicatie van onze coördinatoren. En VK wilde daar medewerking aan verlenen. En die hebben besloten om daar geen gebruikte apparatuur, maar zelfs nieuwe apparatuur voor te leveren. Dus daar zijn we zeer blij mee. Dat is nogal wat. Ja, dat klopt. Maar we kregen de vraag en we hebben eerst gezocht uiteraard naar gebruikte apparatuur. Maar daar werd niemand echt heel blij van. Het was heel oud. Dus we hebben besloten om nieuwe apparatuur te geven, zodat er toch meteen mee gewerkt kan worden. Ik heb twee mensen gesproken tot nu toe. Bij één zag ik wel wat mogelijkheden. Maar omdat het de eerste keer is dat ik zelf op de beursvloer, wil ik eigenlijk nog niet gelijk allemaal kruid verschieten. En dan wil ik eigenlijk de perfecte match proberen te maken. Okay, dus ik loop even rond. De beursvloer is ook voor volgend jaar weer op zoek naar bedrijven. Vorige donderdag is het laatste deel van de nieuwe N201, de omlegging Amstelhoek, officieel geopend. De nieuwe N201 is daarmee nu gereed. Inmiddels kunnen alle weggebruikers er gebruik van maken. De opening werd verricht door minister Schultz van Hagen en Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Betrokkenen mochten een eerste ritje maken in een Tesla. Nu de weg klaar is, hoeft de doorgaande weg niet meer door Uithoorn te rijden. Ruim 7 jaar is er gewerkt aan de realisatie van de nieuwe N201. Eind 2006 ging de eerste schop de grond in en het eerste project dat was afgerond was de Kruisweg. Vanaf 2011 zijn fasegewijs de andere N201-projecten opengesteld voor het verkeer. Tijd voor taart. De gemeente heeft deze week een overeenkomst met bouwmaatschappij Verwelius voor de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Mariekezijde in Wilnis getekend. Hierin legt zij aanvullende afspraken vast over onder andere de facering van woningbouw. Dat wel wat voeten in de aarde. Ja, de vertraging heeft gezeten in dat er op een gegeven moment een hele lieve minister was die vond dat er niet meer in het groen uitgebouwd mocht worden. Dus en daarna heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat er wel weer plannen waren om dat het door mocht gaan. Ja, en toen kwam natuurlijk het hele verhaal aan bod van ja, voor welke grondprijzen moet het dan gebeuren. En, ja, daar had de gemeente en het VW's hadden daar bepaalde gedachten over, maar de grondexploitatie die was anders. Dus dat hebben we al redelijk wat voet in de aarde gehad en ook wel redelijk wat water bij de wijn van beide partijen. Dat betekent dat de gemeente er geld op toelegt? Nee, de gemeente legt er geen geld op toe. We hebben wel natuurlijk, zoals heel veel gemeenten, verlies moeten nemen. Dat hebben we gedaan na het DAV-rapport. Hebben we ook met onze raad gedeeld. Dat betekent inderdaad dat er wel een sprake is van, zoals dat heet, grondexploitatie die uiteindelijk verlies geeft. Maar dat hebben we goed onder controle weten te brengen. Op woensdag 28 mei van 7:30 tot 9:30 vindt er een informatieavond voor geïnteresseerden plaats in de Willestee in Wilnis. De skatetop van Nederland bevond zich vorige week in Baanbrugge. Op het parcours van IJsclub Baanbrugge werd er een clinic gegeven voor de jeugd met aansluitend wedstrijden in diverse categorieën. Door deelname aan de clinic en het rijden van de wedstrijden kan de jeugd op een veilige manier kennis maken met de skatesport. Volgens de organisatie was de dag geslaagd. Ja, Baanbrugge is vandaag een hele leuke dag. We hebben het evenement Fix on Wheels. Dat organiseren we als IJsclub met een andere partner wat dat betreft in dat Fix on Wheels. Dat bestaat uit twee delen. Dat is een clinic in de middag voor de jeugd.
waar we met de beginnende jeugd op de skielers gaan leren skieleren gewoon. En vervolgens is er een avondprogramma dat om 7 uur start. En dan komt de top van Nederland op skielersgebied, komt naar Nederland toe om de inline baancompetitiewedstrijd te rijden. Het is een wedstrijd over 1000 meter, een afvalwedstrijd, verschillende series. En aan het eind van de avond een puntenkoers, zowel voor de dames als voor de heren. Die zal over 50 ronden gaan. En dan is elke ronde zijn er weer punten te verdienen. En dan ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig. Gewoon een toprijder. Hoeveel kilometer per uur rijdt zo iemand gemiddeld nou? Nou, dat is een hele moeilijke vraag is dat. Maar ik denk dat ze hier tegen de 30 kilometer per uur wel op zo'n baantje rijden. En dat is soef voorbij. Nou ja, bent u een beetje tevreden met het weer zo? Nou, ik ben uitermate tevreden met het weer natuurlijk. Want de zon schijnt. Het is een briesje is het. Het is heerlijk. Dat wordt een fantastische sportavond wordt dat. En dat publiek dat zal hier weer aanwezig zijn. En van topsport, Nederlandse topsport, op wieltjes kunnen genieten. 'S Avonds was de KPN inline baancompetitie met wedstrijden over 1000 meter. Tot slot voor zowel de heren als voor de dames een puntenkoers over 50 ronden. Dit was Nieuwsronde. Ook een onderwerp onder de aandacht brengen? Mail ons op info@rondevenen.nl.